Begin vorige eeuw verrees op deze plek, diep in de bossen bij Nunspeet, het veelbesproken ronde huis. Het was een huis van 3 verdiepingen hoog, 18 meter in doorsnee, behoorlijk gebouw. De verhalen gaan in Nunspeet dat de eigenaar en bezoekers vreemde escapades beleefden in het ronde huis. Het werkelijke verhaal zou nog geheimzinniger zijn. Het ronde huis was het middelpunt van een sekte om Germaanse goden te eren. Er werd een vuur aangestoken en er werd iets gezegd. Het meisje werd op een gegeven moment ritueel geofferd. En er werd nog wat gedaan en daarna ging men terug. Hans Schalkwijk deed 40 jaar onderzoek naar het ronde huis. Veel bronnen willen anoniem blijven. Inwoners van Nunspeet twijfelen of ze het verhaal moeten geloven. Als ik dan aan mijn vader bijvoorbeeld vraag, die toch van een oude generatie is, die kijkt me aan van nou, ik weet eigenlijk, ja, waar heb je het over? Die weet eigenlijk helemaal niet, terwijl die geboren en getogen Nunspeeter is. En ook wel de weg weet in het bos.